Jan Tamminiao is een van de bekendste modeontwerpers van Nederland. Hij staat bekend om zijn voorliefde voor ambachtelijk handwerk en het gebruik van unieke materialen en stofbewerkingen. Het Centraal Museum in Utrecht toont vanaf 21 april de meest bijzondere stukken uit zijn oeuvre en neemt het publiek mee in de wereld van de ontwerper tijdens de tentoonstelling Jan Tamminiao Reflections. Je ziet sowieso helemaal mij. Het grappige is, door alles ook weer terug te zien, zie je gewoon, het is als het lezen van mijn dagboek. Dat je zeg maar van voor begint en dan doorloopt naar achter, dus door de tentoonstelling, dat je in één keer beseft van, oh, dat heb ik allemaal gedaan. Er zijn ontwerpen te zien die gedragen zijn door Lady Gaga, door Koningin Maxima en bijvoorbeeld voor de Hunger Games. En je krijgt echt de unieke kans om met hem in je oor, hij heeft een online tour ingesproken, de tentoonstelling door te lopen, waardoor hij dus meeneemt in zijn blik. En dat is denk ik echt uniek. De ontwerper veroverde de modewereld 14 jaar geleden met de oprichting van zijn label Jan Tamminiao. En wat echt een primeur is, is dat zijn nieuwe collectie hier wordt getoond. Dus hij organiseert dit seizoen geen show, wat hij normaal gesproken doet in zijn salon. Nu is het eigenlijk hier in de tentoonstelling. De inspiratie voor de nieuwe collectie gaat over, zeg maar, de verstilling van de beweging, maar ook de beweging. Dus daardoor gaan kijken naar hoe beweging in plooien werden geschilderd in de oudheid. En kleren komen tot leven als ze bewegen. En de magie van kleding is als ze bewegen, maar een onderdeel van het tentoonstellen is dat ze stilstaan. Jan is een hele oorspronkelijke denker. Waar het bijvoorbeeld op zijn opleiding heel erg ging over concept, ging hij al voor het ambacht. En die liefde daarvoor, dat is altijd een rode draad in zijn werk geweest. Dus dat zie je hier ook, maar dat conceptuele zie je hier ook terug. Je beseft in één keer dat Jan 10 jaar geleden is een totale andere Jan dan de Jan nu. Omdat het gewoon, dan merk je in één keer, oh, je bent gewoon gegroeid. Dat had je van tevoren niet zo door. Tot en met 26 augustus kunnen bezoekers zich onderdompelen in de wereld van Jan Tamminiao. Op een aantal dagen kunnen bezoekers de ontwerper zelf ontmoeten.